Hanna. Denk zo, idee, plan wat is gaan doen. Je moet eens even de hele berg gaan zien. Ik wil hier de baas gaan zien, zo alles maar door beginnen. Ja, werk ons maar nader. Oké. Afrika. So, what is amazing wine? Ik denk, goede wijn, wat is dit? Ik denk goede wijn is net een wijn wat hij moet vertellen van plek. Hij moet de story gaan vertellen. Waar kom je vandaan, Paul? Nee, ik kom van de strand af. Wat is de strand? Strand is een klein seedorpje. In Valsbaai. Spas is Belville by the sea. Maar net is geliefd, is lieve wijn. Is je lieve wijn? Ja, die is lieve wijn. So, wijn. Ik heb wijn van wetenschap, die chemie of die wetenschap, hoe je het ook heel te wil noemen. En maar wetenskap is een baie zwart en wit veld, als je het zo kan verduidelik. Waar wijn maak, een beetje meer vrije teels. So je hoef nie in die specifieke richtlijnen te volgen. Maar je moet toch weten wat gebeurt, zodat je als er iets fout gaat, dan weet je ook inderdaad dat er iets fout is. Je moet nog steeds weten waar de grens is. Hoe lang is er al die paren weg? Ja, die perreweg. Ik is nou al. Ik heb in contact gekomen in Ewen basis in 2012. Ja, in 2013 was mijn eerste oesdag geweest. En ja, van die tijd was ik nog steeds in die perreweg. Daar is dit een amazing plek. Terroir is voor mij soos die milieu van de story. Dit is letterlijk waar die wijn afspeelt. Dit is die klimaat eerstens, geologie, topografie, die wind, hoeveel wind waai in die blok, wanneer die wind waai, temperatuurverskille, reën dit indien enige, en dan na dit kom die menselijke aspekte ook bij, wat die grond bewerk, wat die druiwe pluk. In die kelder, daar vat net nog mensen die story maar net aan. So daar is baie aspekte wat te invloed het op een wijn en wat bijdra tot die terroir. Die klimaat in die Swartland wordt geklassificeerd as een mediterrane klimaat. Hier is hier baie reën wat val in die Swartland. Gemiddelde reënval vir die laatste 10 jaar was 580 mm vir die jaar. Dit is tamelijk min. Yes, ik moet actually gaan opzoeken. Ik weet niet hoeveel die anders steken krijg, maar ik denk dat het amper meer als dubbeld. Tenminste meer als dubbeld. Klinger pingel door een wijnglas. Glazen in een bottel. Glazen is goed, dat betekent dat het een glas van mij ook, right? Ja. Ja. Vertel me van die blok, Paul. Ja, ik was op zoek naar beschikbare blokken. En beschikbare blokken. Daar is niet meer bij van hulle oorie. En toen ik hier voorbij die blok rijd, toen is het net van ja, ik hoef hier verder te gaan kijken. Ik kan maar net hier stop. En ja, dit was een gevoel. Ik kreeg niet naar gut feeling, als je het zo kan stellen in Engels. Ja, hier moet ik wijn maken. Anders kan ik hem maar hier stoppen.
kom eens gaan kijken hoe lijkt je blok. Zwartland, die meeste schenen hier is bosstok. En die meeste van hulle is ouwe bosstok. Die blokkie is in 1980 geplant. Ou bosstok. Ja, ek wil nie sê ou bosstokkie, want ek is so bietjie jonger as die blok. So ja, 44-jarige ou bosstok. As jy in die blok staan, die blok is in die middel al van een vallei. En is amper asof die blok center stage van een amfitheater is. En alles word net gechannel tot op die verhoog. En is tyd om te skyn. Die grond is juist daarom, omdat die blok in die middel van die vallei is, baie dieper as byvoorbeeld as jy op in die vallei beweeg. Dit is jare se miljoene jare se erosie wat basies plaasgevind het. Wat gebeur met 'n wingerd in die winter? Wingerd in die winter. Hulle slaap nou. Hulle basies met koue eenhede opbou. En dan as hy genoeg koue eenhede het, dan is dit half so 'n goeie nagsrus. 'N Bosstok moet nog steeds vorm en laat hy 'n kelk vorm. Anders is hy net so 'n rowwe ding, soos hierdie amandels. So jy wil hulle half snoei so naby as moontlik net voordat hulle weer wakker raak. En dis amper tyd. Hulle raak gewoonlik wakker hier in lente tyd. Wakker raak bedoel, dan begin die blaartjies groenigheid of vlaggies uitkom. En dan, ja, dan sny ons om tot 2 oë. Daar sit een oogie, hier sit nog 'n oogie. Hulle is gewoonlik aan beeskante van die loot. En dan sny ek hom nou hier af deur die derde oog. Jy wil hom so ver as moontlik bo die tweede oog sny. Want die loot, hy gaan nou terugsterf en uitdroog af binne toe. Ja, dis nou hierdie arm, hy's klaar. So weer eens 1 2 is die derde een, knip deur die derde oog en dan volgende gaan hier 2 lote so uitkom. Die druiwe gaan vorm aan daai takkies. So jy wil nie te veel van die hê nie, want dan is dit ook te dig. Want 'n stok kan net soveel druiwe ryp maak. Ek dink ja, dis pas dit. Dis maar tyd vir 'n glasie. Dit is nou al hierdie gestappery. Gaan ons maar by die stok. Wyn waar dit vandaan kom. Ja. Okay. Kan ek vir jou skank? Ja, my eerste indrukke van die Paarlberg, van die eerste dag wat ek ingery het, is net hierdie granietkoppe wat verspreid is oral hierso. Ja, dit is net amazing. Dit is amper asof het nie hoort. Dit is amper asof iemand in daar neergesit het. Die granietkoppe, dink ek, het gevorm so 500 miljoen jaar terug. So die grond kom basies van hierdie koppe af oor miljoene jare toe dit onder opgeëindig. Hulle moet mos 'n storie om te vertel of 'n energie wat hulle oordra in die eindproduk. Die energie gaan ons nou nooit verlore nie, so dit gaan nou net in 'n ander vorm in. En ek dink die grond se storie, die plek se storie, wat opgeneem deur die stok. En dan kom die drywerkeller toe en probeer ek dit maar net my bes om die storie te verdun nie. Maar as ek 'n storie vertel en jy vertel 'n storie, mense gaan dit verskillend ervaar. So dit is kom as 2 verskillende wynmakers van een blok wyn maak, die wyn gaan verskillend smaak. Ja, in die keller probeer ek so min as moontlik in te meng. Ja, jy moet dit so half eenvoudig hou as moontlik. Want as iemand 'n storie vertel en hy sit te veel aan, ek gaan hom nie glo nie. Die elemente sal deurkom in die wyn wat saak maak, soos die varsheid, die alkohol, die vrug, wanneer hy gepluk is. Die mondgevoel, dit sal ook baie weggee in 'n wyn. Ek wil net die storie van die plek en die druif wat Chenin Blanc is. Vertel.
Chenin Blanc is een baie eerlijke drijf. Je kan niet zomaar lieg. Ik kan je anders story vertellen als wat die drijf wil vertellen. Die drijf praat baie oor van waar hij vandaan komt, wat met hem gebeurd het in die keller. Hij is, zoals ik sê, dra sy hart op die mouw. Chenin in die Perleweg op die granietgronde. Dat is net geen genuine textuur wat je nie op een ander plek krijg nie. Kom eens kijk. Hoe vertel Bosberaad sy story? Waar kom je vandaan? Die textuur van die wijn skree maar net. Perleweg, Swartland, graniet. Mens voel nie die energie in die borrel. Ja, die blokkie uit net een kenmerkende lijn wat hier die wijn hardloop. Een beetje vaarsheid, hy textuur. Voor mij, ik maak nog net 4 jaar wijn hier zo, maar dat is kenmerkend. En die blok het ook een klein beetje, amper soos gunflint op je neus. Wat voor mij net altijd saamtrek. Ik wil meer af van een witte maak, want ik denk wit is net iets zo klein rooi wijn. Gis op je doppen. So jou extractie is maar voor een maand lang. Die kan die extractie beheren of whatever. Maar witwijnse extractie kan je net beheren na 2 uur wat die pres uitloop. The window of opportunity is net baie kleiner in wit. En daar is zelfs weer een beetje van uitdaging om het perfect te krijgen. Niet dat ik rooi wijn al perfect gekregen heb, maar ga je het ooit perfect kan krijgen, ik weet het. Als je het nou perfect krijgt, ga je dan open wijn maken. Dat is die andere vraag. So, ja, dat is heel altijd een leerschool, elk jaar. Elk jaar is niets. Ons nieuwe story om te vertellen. Bospraat betekent letterlijk ontmoeting of een vergadering buiten in die bos. En die wijn is half soos een record van die vergadering wat plaasgevind het die vorige jaar. Wanneer alles bij elkaar komt, dan hopelijk komt het in die glas ook bij elkaar. Hoekom ook in wijn? Dat is een trick question. Hoekom maak je wijn? Anders zou je nou hier die video gemaakt het. Nee, dus. Ja, ik denk. Ja, hoe maak je wijn? Dat geeft voor mij al een platform om een story te vertellen. Van een plek. En ik hoop als mensen de drink kan krijgen in die boodschap. Ja, en hopelijk. Is die botel eerst leeg op die tafel. Die jy vraag nogal een moeilijke vrouw, hè?